We kunnen al heel veel dingen zeggen over de nieuwe Range. Dat hij groter is bijvoorbeeld, dat hij luxueuzer is ook, dat hij milieuvriendelijker is. Maar is het ook nog een echte Rangerover? Dat gaan we vragen aan Hans. Wil je nog wat meer verdiepen in deze Rangerover, dan kan je uiteraard het testverslag nalezen op autorits.be. Ik herhaal graag nog even dat je ook al onze andere testverslagen daar kan vinden. En ben je dan uiteindelijk in het koopproces gekomen? Wel, dan kan je alle koopadvies dat je nodig hebt ook vinden op onze website. Allen daarheen. Hans, ik ben vandaag extreem in mijn nopjes. Want dit icoon is toevallig ook een van mijn favoriete terreinwagens. All time. Dus pas op met wat je allemaal gaat vertellen. Het eerste wat ik jou wel al wil vragen is, het is wel degelijk een volledig nieuwe, hè? Want hij lijkt mij van voren nogal vertrouwd te ogen. Ja, je herkent hem als de duizend uit de duizend als ja, een Range Rover natuurlijk. Hè? Maar het is wel degelijk volledig nieuw. Dus dit is de vijfde generatie. Ja. De eerste was in 1970 al. Dus eigenlijk kan je zeggen, om de 10 jaar ongeveer is er een nieuwe Range Rover. Ja. En dus de vorige, de vierde generatie, heeft het 10 jaar uitgehouden en nu is er een nieuwe. En met volledig nieuw bedoel je echt volledig nieuw. Volledig nieuw chassis, ja. Volledig nieuwe koets daar rond, ja. Alles nieuw. Ja, 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 wel degelijk. Het is eigenlijk een nieuw chassis, ze noemen het MLA Flex. En het belangrijkste daaraan is dat die ook klaar is, zoals zoveel nieuwe modellen, klaar is om een elektrische versie van te maken. Eigenlijk. Dus om die bodemplaat volledig vol batterijen te steken. Dat onderstel, of dat platform zal ik maar zeggen, is eigenlijk door Jaguar Land Rover, want dat zijn twee zustermerken, is eigenlijk ook ontwikkeld voor de elektrische XJ. Ah, oké. Okay. Maar dus die elektrische XJ, zoals je weet, die was bijna klaar, maar dan hebben ze beslist om die toch niet in productie te nemen. Dus die beide auto's zijn eigenlijk verwant aan elkaar. Ja. Maar ja, in een XJ of een Jaguar zie ik nog niet direct het terrein induiken. Dit is een Range Rover, daarvan verwacht ik wel dat ik er de meest onherbergzame gebieden ook mee door kan, hè? Ja. Dat kan nog altijd, toch? Dat kan zeker en vast. Hij heeft alle toeters en bellen aan boord die je nodig hebt voor zware expedities. Ja. Het is natuurlijk wel zo, sinds de vorige generatie zat de Range Rover niet meer op een klassiek ladder chassis, maar is het een soort van tussenvorm. Sinds de vorige generatie is het eigenlijk een aluminiumstructuur, maar wel met stalen versterkingen vooraan en achteraan, eigenlijk. Ja. Dus aluminiumstructuur, dat is deze ook aluminium. Allemaal aluminium. Allemaal aluminium. Ja. Oké. Ik moet wel iets. Allee, ik heb daar net iets bijzonders. Toen ik rondliep, iets bijzonders gezien. Wat is dat? Er zit hier normaal gezien geen. Ja, goed opgemerkt. Dat is iets waar ze bij Land Rover heel veel werk aan hebben gehad. Om dat in orde te krijgen tijdens de ontwikkeling. Maar dus ze wilden eigenlijk dat de ruiten rechtstreeks aansloten op het koetswerk. En dus niet met een overgangsprofieltje hier, zoals bij alle auto's eigenlijk. Maar dus ze sluiten eigenlijk rechtstreeks op elkaar aan. En eens je het gezien hebt, weet je waarom dat die zijkant er eigenlijk zo clean uitziet. Dat is omdat er geen overgangsprofiel is, maar dat gaat rechtstreeks in elkaar over. Ja. Wat ook wel interessant is om te weten eigenlijk, en dat is typisch Range Rover, dat is een heel solide look. Ja. En daar gaan ze ook echt bewust naar op zoek. De tanklook. Zo'n beetje een tank. Ze willen, zoals zij het omschrijven, het auto wel steek, het ziet eruit alsof het uit één groot solide blok metaal gehouden is. Ja. En ze ontwerpen hem ook zo, dus met de hoeken ontwerpen ze eigenlijk zo, dat er echt zo uitziet. Dat is natuurlijk niet zo. Ja. Want het is eigenlijk maar gewoon een aluminium paneel. Maar het ziet er zo'n beetje uit alsof het uit één blok is gehouden. Ja. Ja, die robuustheid zit er inderdaad wel in. Ja. En ik vermoed natuurlijk dat deze inklappen, hè? Ja, dat zijn inklappende klinken. Hè. Dat van de eerst Velar dan gepikt? Ja, de Velar denk ik was de eerste bij Land Rover die het had. Ja, de Evoque ook, klopt. Ja. En dus nu heeft ook de Range Rover ze goed voor de luchtweerstand vooral. Ja. En het zwarte dak is ook zoiets dat ondertussen van meerdere. Dat is dus ook typisch Range Rover, die zwarte stijlen. Hè. Ja, dus misschien moeten we het eens eventjes in profiel bekijken. Het is langs daar rij je hem eigenlijk altijd herkend, een korte overhang vooraan, een lange overhang achteraan, een gordellijn die zo zachtjes klimt en een dak dat zachtjes afloopt, waardoor eigenlijk die raamlijst zo'n klein beetje. Daar zit dus die herkenbaarheid. Omdat daar is die herkenbaarheid samen met die zwarte stijlen eigenlijk. Ja. Dus dat is, dat is,
Dat is eigenlijk hetgeen, dat zijn zo'n aantal eenvoudige elementen, maar daarin herken je een Range Rover. Ja. En dat hebben ze uiteraard behouden. Ja. Voor alle duidelijkheid, dit is de korte versie? Dit is de korte versie, dus er komt, en er komt nog een lange versie? Ja, ja, er is een lange versie. Dus de korte versie is 5,05 meter. De lange versie is nog eens 20 centimeter langer. Oh mijn god, ja. Het is al zo'n beest. Ja. Ik heb dus mij trouwens... Dat is misschien wel interessant. Die lange versie kan je dus als vierzitter krijgen. Ja. En dus met twee aparte stoelen. Ja. Zo'n beetje business class stoelen, zoals in een vliegtuig. En dan heb je echt meer dan 1 meter beenruimte. En dan kan je volledig achterover leunen. Een bed. En dan heb je echt een limousine eigenlijk. Wauw. Ja. Maar als ik me niet vergis, kan je diezelfde lange versie ook krijgen als zevenzitter. Ja, klopt. Dat is ook nieuw. Dus je kan twee zitplaatsen in de koffer krijgen op de lange versie. Dus maar niet op de hybride, want door de aanwezigheid van een batterij is daar geen plaats voor. Ja. Dus van 4 tot 7 plaatsen. Ja. Nog één puntje, ik heb hier vanachter... bij die achterlichten... Ja. Ik dacht eerst dat dat één volledige lichtblok was, maar dat blijkt niet het geval te zijn. Ja. Nu, is dit een Amerikaanse auto? Want ik zie 2 rode lichten. Waar zijn de richtingaanwijzers? Die zitten verstopt. Ah, okay. Het is inderdaad, dat klopt. Hoe zal ik het noemen? Die rechthoekige vorm, dat is een beetje de karakteristiek van het nieuwe model. Dat is de meest opvallende vernieuwing eigenlijk. Dus die verticale achterlichtblokken en dan die zwarte band die dan de twee met elkaar verbindt. Achterlichten zitten hier in die verticale blokken. Ja. En de knipperlichten zitten hier tussen het logo en de achterlichten. Ah, oké. Okay. Het is toch. Ja. Toch. Ja, heel knap, hè. Ja, ik heb het er straks al gezegd, hè. De Range Rover is milieuvriendelijker geworden en de exponent daarvan, tadaa, die ligt hier, de plug-in hybride. Ja. 100% fiscaal aftrekbaar. Ik dacht 18 gram CO2, dus ja, dan is... We zijn gered, hè, Hans? Ja, de planeet is gered. Vanuit fiscaal oogpunt is hij bijzonder milieuvriendelijk, inderdaad, met de theoretische CO2-uitstoot. Ik hoor hem maar. Maar in de praktijk is hij eigenlijk niet zo heel milieuvriendelijk. Hij verbruikt veel als je niet elektrisch rijdt dan? Of? Ja, allemaal eigenlijk, maar dat is het probleem van veel plug-in hybrides. Het totale energieverbruik is eigenlijk heel hoog. Om het te illustreren met cijfers, dus we hebben hier een batterij van 38 kWh bruto capaciteit, 32 kWh netto. Okay. Om te vergelijken, de eerste Nissan Leafs hadden, ik denk, 22 kWh. Ja, dus dat is een batterij waar je een elektrische auto mee kan aandrijven. En die kan daar in de praktijk amper 80 km ver mee geraken. Oei. Dus, ja, dat is wel niet... Dus om een idee te geven van het stroomverbruik, dat is eigenlijk het dubbele van wat een gewone elektrische auto verbruikt. En dan moet je er nog eens bijtellen dat je, als een verbrandingsmotor draait, dat hij 9 à 10 liter per 100 kilometer verbruikt. Dus je zit met het verbruik van een Range Rover plus dat van 2 elektrische auto's in 1. Oké. Okay. Ja. En plus, ik ga ervan uit dat dat voor de beide plug-in hybrides geldt, wat hij nu zegt. Hè? Want hij komt in 2 vermogens. Ja, inderdaad. Er zijn 2 plug-in hybrides, allebei gebaseerd op de 6-in-lijn benzine. Ja. Het verschil zit hem in het vermogen. Ik dacht 440 en 510. PK, en het totaalvermogen. Dat verschil vermogen zit hem in de elektromotor? Nee, dat zit hem in de verbrandingsmotor. Ah, dat is gewoon een sterkere verbrandingsmotor. Ja. Oké, okay, goed. Dus met andere woorden, als ik het goed begrijp, is de plug-in hybride, zou dat niet jouw favoriete Range Rover zijn? Qua aandrijving? Ik denk dat, een goede dieselmotor altijd het meest geschikt is in een auto als deze. Dan spreken we over de V8-diesel, neem ik aan. Nee. Het is een 6-in-lijn diesel. Ah, de V8 is gedaan? Ja, nee. Het is een 6-in-lijn. Je hebt 3 vermogens, 249, 300 en 350 pk. Oké. En dan zijn er, ik ga ervan uit, de gewone benzines ook nog? Ja, er is ook een 6-in-lijn benzine, dus zonder hybride. Wel een mild hybride ondersteuning, maar dat is een 48 volt motor. Maar er is wel een V8 benzine. Ah, toch? Ja. En dat is een BMW V8. Ah. Ja, dat is hetzelfde als die van de X5M. Die heb je hier ook, die kan je hier krijgen met 530 pk. Oké. Ja. Voor zij die dan toch eens helemaal los willen gaan. Hè? Ja. En elektrisch? En elektrisch. Dus ook, er komt in 2024 een elektrische versie van de Range Rover. Die zal waarschijnlijk ook een vermogen van rond de 500 pk of misschien meer hebben. En nu,
daar hebben we eigenlijk nog geen specificaties van. Alleen hebben ze bij Land Rover mij wel verteld, hij zal een batterij hebben die een stuk meer dan 100 kilowattuur heeft. Zal, ja, als capaciteit. Bij de grootste van de markt dan? Dat zal een van de grootste batterijen van de hedendaagse autosector zijn, inderdaad. Ja. Allee, dus een nieuwe concurrent voor de EQS, SUV, de BMW X, ja, en Co. Dat soort, supergrote elektrische auto's. Ja. Moet eigenlijk. Ja, ik moet zeggen, voor mij Range Rover, dat is altijd zo dat Britse, zo, dat oerklassieke. Ik ben het precies zo klein een beetje kwijt. Is er nog eigenlijk wel wat Britishness in de Range Rover? Ja, dat hangt er natuurlijk vanaf hoe je Britishness definieert. Hè. Het is niet zo zoals, zal maar zeggen, auto's uit de vorige eeuw uit Engeland met veel hout en veel chroom. Het is al bij al wel redelijk modern, maar het is wel zoals het al... Altijd eigenlijk, nee, of toch al wel lange tijd is bij Range Rover. Kijk, met die grote bekleding, eigenlijk in een soort van kunststof hier op het dashboard. Redelijk wat aluminium ook. En vooral veel leer of kunstleer. Hè. Dus maar ik denk, het is nog altijd wel van een zeer hoog alloy, vind ik, afwerking. Ik ga alles aan het comfort, ga ik niet afdingen. Hè. Ik zit fenomenaal. Ja. Het zijn echte fantastische fauteuils. Hij is ook ongelooflijk stil van binnen. Ja. Je voelt ook wel, ja, dat is echt, het is een tapijt op de weg. Hè? Ja, inderdaad. Ja, die stoelen, dat is zoals Chesterfield. Hè. Je zit daar echt in. En daar kan je een hele dag in zitten, volgens mij. Bovendien, wat hebben we hier? Dubbel gelaagde ruiten. Dubbele zijruiten. Je ziet dat ook als je de ruit naar beneden doet, dan zie je dat hier zo een randje zit. Ja. Bovendien, via de stereo is er actieve geluidsonderdrukking. Dus de stereo gaat een tegengeluid in het interieur sturen om eigenlijk nog de geluiden die nog binnenkomen, om die zoveel mogelijk op te heffen. Ja. En wat je zegt van het veercomfort, er zit luchtvering onder. Ja, uiteraard. Ontkoppelbare anti-rolstangen. Dus dat betekent dat die eigenlijk dat die in rechte lijn gewoon die eigenlijk ontkoppelen, zodanig dat er zo weinig mogelijk. Of dat de wielen eigenlijk zoveel mogelijk onafhankelijk van elkaar kunnen inveren. Ja. Dus ook dat is van een zeer hoog kaliber. Het is echt zoals een limousine eigenlijk. Ja. Ik zie aan beenruimte precies niet echt een gebrek. En ik ga ervan uit dat je comfortabel zit ook. Ik heb wel op slechtere banken gezeten, moet ik zeggen. Ik kan me wel voorstellen. Vierzitter? Ja, dit is eigenlijk een vijfzitter. Dit is de rugleuning van het middenste stoeltje. Hier is ook een gordel bijvoorbeeld. Het is natuurlijk wel iets comfortabeler als het zo naar beneden geklapt is. Hè. Ja. Om het toch als vier handen te gebruiken. Ja, inderdaad. Dan heb je ook een spiegeltje. Oh, wel heel praktisch natuurlijk. Altijd handig om bij de hand te hebben. Hier is dan een schermpje en daarmee bedien je de andere stoelen. Dus ik kan hier bijvoorbeeld extra ruimte creëren door de voorzetel naar beneden te klappen. Kijk, zo. Seat away. Dan klapt hij naar beneden. Ja. Die kopsteun die gaat eigenlijk in de rugleuning. En dan kan ik eigenlijk van hieruit rechtstreeks door de voorruit naar de weg kijken. En dan bovendien klapt er hier een voetenbankje uit. Ja. En dan kan ik... Wacht, dat moet ik nog eventjes apart doen. En daarmee kan ik eigenlijk... deployen. En daarmee kan ik... Ik kan mijn schoenen uitdoen. Dat voetenbankje is verwarmd. Kan ik eigenlijk op een warm bankje zitten. Dus dit is eigenlijk de luxe uitvoering bovenop de sowieso wel zeer luxe uitvoering. En dan heb je natuurlijk nog, zoals je daarnet al vermeld hebt, de echte luxe, het quasi-bed, dit is de business class, zeg maar, en dan heb je nog een first class. Dat is wat je daarnet al verteld hebt, van die lange. Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Hè? Dus die first class, zoals jij dat noemt, dat is een versie met een lange wielbasis, dus daar heb je extra benenruimte. En dan heb je echt twee onafhankelijke stoelen die je volledig eens kan afregelen. Maar eigenlijk, ongeacht welke configuratie dat je van achter hebt genomen, is dit sowieso... Ja, valt wel mee. Nou. Er zijn nog zeker in het leven, Hans. Ik zie nog altijd de laadklep waar je dat kan gaan opzetten. Ja, inderdaad. Een zitbankje klapt elektrisch naar beneden. En je kan er een optie. En als optie kan je bovendien twee echte stoeltjes krijgen. Eigenlijk. Kom hier. Dus dat je nog altijd, als je na jaren bent op het landgoed, dat je de laarzen makkelijk kan uitdoen. Ja, voilà. Stel bijvoorbeeld, de kinderen van de buren hebben een bal over de haag gestampt op je landgoed. Dan kan je eigenlijk met de Range Rover er naartoe rijden. Het heeft geregend, het is een beetje modderig. Dus dan kan je hierop gaan zitten. De laarzen aandoen. Mooi, en mooi. En dan kan je zo die bal gaan recupereren. Ja, ik snap het. Is de koffer groter geworden?
De koffer is 800 liter eigenlijk in totaal. Oké. Okay. Ja. En als je dan de achterbank nog eens neerklapt, dan zit je richting de 2000 liter. Maar 8000 liter, dat is toch niet alleen dit? Dat moet dan toch met... 800. Ah, daar. Maar ik zie dat daar dan ruimte is voor een reservewiel. Ja. Ook in de plug-in hybride, wat wel knap is. Ja, inderdaad. Ook de plug-in hybride. De elektrische zal dat misschien niet meer hebben, maar deze heeft dat in elk geval nog wel. En, wel, ja? Het reservewiel is te bereiken langs boven en niet langs beneden. Ja, dat is wel superhandig. Dus dat is niet, dat was altijd zo bij Range Rover, ja. dat je die langs achter eigenlijk van onder kon halen. Voor het geval dat je ergens in de op je landgoed stond, met op een bal die je moest... Op je ladder inderdaad, met die bal. nu moet je dat gigantisch wiel hier overtillen en erin steken. Dus. Ik was een... Je zegt dat nu inderdaad, het is toch wel een serieuze laadrempel die je over moet, hè? Ja, inderdaad. Maar ik ga ervan uit dat je dat met de luchtvering wel kan. Ja, dus hier zijn knopjes om de luchtvering naar beneden en dus om de auto iets wat naar beneden te laten zakken, een paar centimeter maar, om er gemakkelijker aan te kunnen. Maar goed, dat is uiteindelijk ook maar een tussenoplossing. Maar ik zou zeggen, als je met een bak inkopen op de supermarktparking staat, ja, dan kan je erin schaven. Hè. Dus er zijn ergere dingen in de wereld dan eventjes die bak te moeten vooruitschaven. En voor alle duidelijkheid, zoals je daarnet kwam te zeggen, de lange versie krijgt ook twee extra zitjes. Die zitten daar toch, hè? Ja, inderdaad. Een derde rij zit hier achter de tweede rij. By the way, dus ik kan die apart open doen, maar je kan ze wel te samen dicht doen. Ah, oké. Toch nog handig. En dan zit het daar in de command driving position waar dat jij nu in zit. Aan stuur voelt hij. Is hij nog altijd zo even, ik wil niet zeggen log, maar allez, je weet wat ik bedoel. Hè. De vorige Range Rover, je voelde altijd wel dat er veel gewicht was, veel omvang. Is dat nog altijd zo? Ja, dat is iets wat inderdaad die auto altijd gekenmerkt heeft. Hè. Dus dat je echt, je bent met een soort van boot onderweg, maar het is op een prettige manier. Het is niet dat het tegenwerkt, eigenlijk rijdt hij heel vlot, maar gewoon het gevoel van met zo'n gigantisch ding onderweg te zijn, het heeft iets... Je voelt inderdaad dat dat een gigantische auto is, maar dat heeft ook wel iets. Het is inderdaad... Dat draagt bij tot het comfort en de luxe. Ja, toch wel. Hoe contradictorisch het ook is hoor, maar toch voelt het er... Het draagt het er wel toe bij. En hij heeft dat nog altijd. Hè. Kijk, zeker die plug-in hybride, die weegt 2,8 ton. Meer dan 2 meter breed. Meer dan 5 meter lang. Ja, natuurlijk is dat een... Maar het is slagschip dat je door het verkeer moet laveren. Maar hij heeft nu bijvoorbeeld wel vierwielsturing bijgekregen. Dus. Ja, inderdaad. Dus hij heeft vierwielsturing. Want dat maakt er eigenlijk wel verrassend vlot manoeuvreert voor een auto van deze omvang. Bovendien, en dat is ook wel... Dat is ook nieuw. Centraal zit een meerplatenkoppeling, dus geen differentieel. En die kan zich volledig loskoppelen van de voorwielaandrijving. Dus dat is een achterwielaandrijving? Ja, dus in normale omstandigheden is het eigenlijk is enkel de aandrijving achteraan. Pas wanneer het nodig is, zit de aandrijving op de vierwielen. Ja. Natuurlijk, je kan er ook zelf nog in schakelen. Hè. Je hebt hier de klassieke draaiend drukknop, terrain response. Dus dat is wel nog manueel, want ik zie heel veel op het scherm gebeuren, maar dat blijft dan toch daar wel manueel. Daar is een knop voor en dan kan je kiezen, kijk, dynamisch, eco, comfort, dan denk ik... En dan de vele terreinstanden eigenlijk. Ja, grass, gravel, snow, mud en ruts, dus dan kan je in sporen gaan eigenlijk, in zand. Ja. Over rotsen en dan zelfs door een rivier doorwaden. Is dat nog altijd 90 centimeter die doorwaaddiep? Ja, 90 centimeter. Maar de lucht in laten zitten onder de motorkap aan de zijkanten. Blijft wel impressionant, hè? Ja, dat blijft impressionant. Zeg, over de rest van het terrein rijden gesproken, ik ga ervan uit dat hij daar nog altijd een echte Land Rover is, of Range Rover is. Ja, toch wel. We hebben nu zelf hier voor deze videoopnames niet nog eens extra in het terrein zitten rijden. Maar onze collega die tijdens de perspresentatie onder andere met de auto heeft gereden, die hebben echt heel zware terreinwerk gedaan. En van hem liet me vertellen dat het nog steeds is, zoals het altijd, sinds de eerste Range Rover, maar ook sinds zoals het eigenlijk altijd is bij Land Rover. Ja. Zij maakt er wel een eerzaak van, dat die auto's toch allemaal een minimum terreinvaardigheid hebben. En dat is een terreinvaardigheid
waar eigenlijk amper andere autofabrikanten aan kunnen. Ja. Al kan je natuurlijk de vraag stellen in hoeverre dat je echt gaat zwaar gaan offroaden met een limo. Hè? Ja, terechte vraag. Hè. De profvoetballer op weg naar de voetbaltraining of de CEO onderweg naar zijn bedrijf, die zal waarschijnlijk het meest avontuurlijke stukje dat hij tegenkomt, is misschien een verkeersdrempel of een grindparking. Maar het is inderdaad. Het is zoals met supersnelle sportwagens. Die kunnen ontiegelijk hard rijden, maar de meeste doen het gemaakt om te flaneren. Ja. En eigenlijk is dat bij een Range Rover net hetzelfde. Ja, Hans. Money, money, money. Must be funny. In a rich man's world. Ja. Ik ga er ook vanuit dat je in a rich man's world moet leven om een Range Rover te kunnen aanschaffen. Ja. Nog altijd. Nee, dat is super goedkoop. Oh, toch? Ja. Zeg dat toch wel eerder gezegd. De basisversie, maar dat is niet de deze, kost 128.581 euro. Basisversie? Ja, dat is aan de diesel met 249 pk. Ik mag hopen dat je op zijn minst dat de tapijten inbegrepen zijn, hè, voor 128.000 euro. Ja, ik denk wel dat de tapijten inbegrepen waren. Ja. Oké. Okay. Deze, dus de... Ik durf het bijna niet dus vragen. De plug-hybride, je mag rustig raden. 128, dit is een plug-in hybride. Hij ziet er heel speciaal uit. 170. Toch over de 200.000. Nee! Ja. Maar voor deze versie, dat is aan de SV-aankleding. Ah, ja, okay. Opgelet, dus alleen al de lak kost 9.000 euro. Om maar te illustreren, inderdaad, het is een auto voor als je er warmtjes in zit. Maar zo is het altijd geweest bij Range Rover. En opvallend genoeg, je zou denken, het is crisis. Ja. Een van de meest boomende categorieën in Europa momenteel, zijn qua auto's, zijn de SUV's van over de 100.000 euro. Nee. Ja. Dus om dat te illustreren dat er wel degelijk een markt voor blijkt te bestaan. Ja. En dat de nieuwe Range op het juiste moment is gelanceerd. Allicht wel, ja. Inderdaad. Geef mij eens een goed en een maar. Als conclusie. Dan zou ik zeggen, goed. Range Rover is een Range Rover gebleven en het blijft iets uniek. Wat dit ding kan op het terrein, je kan er echt mee door een rivier rijden, bij wijze van spreken. En tegelijkertijd, het is echt gewoon een limousine van binnen. Het totale comfort. Die twee dingen verenigd in één auto, dat was altijd al indrukwekkend en dat is het nog steeds, vind ik. Okay. Maar? Maar, ja, het is misschien voorspelbaar, maar los van de aankoopprijs, uw gebruikskosten is ook nog eens enorm hoog. Hè. Dus nog als je kijkt naar uw taxen, naar uw verbruik. En zelfs, en dat valt wel tegen, ook als plug-in hybride, uw gebruikskost is zodanig hoog, dat het alleen maar voor een select publiek is. Maar goed, zo was het altijd. Dus ook op dat vlak is ook de Range Rover niet veranderd. Bedankt voor het kijken. Bedankt Hans voor je deskundige uitleg alweer. Mocht je het bevallen zijn, ten eerste, abonneer dan even. Dan mis je geen enkele van onze video's. En over die andere video's gesproken, die vind je allemaal op ons YouTube-kanaal. Tot de volgende.